Hallo allemaal, beste kijkers. Welkom vanuit dit stadion, waar het nog even wachten is op de aftrap. Ik ben Sjoerd de Vos en met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. Alle tekenen wijzen erop dat dit weer een moe duel wordt. Een interessante wedstrijd, zeg Jeroen, voor de liefhebbers vooral. Nou, Sjoerd, ik ben heel benieuwd hoor, wat deze teams ons gaan voorschotelen. Ik heb het gevoel dat we naar iets moois gaan kijken. Dit zijn de 11 spelers waarmee de coach van de thuisploeg gaat beginnen. De coach heeft er blijkbaar vertrouwen in vandaag. Getuigen zijn keuze voor een aanvallend 4-3-3 systeem. Dit is nou een systeem waar wij Nederlanders gek op zijn. Met opkomende backs en vleugelspelers. En we zien hier de opstelling waarmee de bezoekers het gaan doen vandaag. De coach stelt vandaag op 4 verdedigers. Met 4 middenvelders ervoor en voorin 2 aanvallers. Allemaal op 1 lijn. Ja, en dat is dus de klassieke 4-4-2. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Goeie bal hoor. Gevaarlijk steekballetje. Net buiten bereik van de teamgenoot. Dus een inworp voor de tegenstander. Ze blijven gewoon pasen als dat nodig is. Gaan ze hier de leiding nemen? Geblokkeerd, maar nog steeds gevaarlijk. Dit had je toch niet voor mogelijk? Och, wat een prachtige manier om die bal binnen te werken. Die keeper weet niet wat er gebeurt. En het stadion ook niet. Dat barst nu los. Ja, raak! Hij plukt die bal met zijn voet in de lucht en volleert hem zo langs de doelman. Ja, prachtige techniek. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Komt iemand helpen. Als hij uithaalt, zit hij. Er zat nog een tegenstander bij. De bal gaat uit naar die ingreep. Ingooi voor de tegenpartij. En dan de voorzet. Tja. En dan eindigt die voorzet zo in de handen van de doelman. Daar had meer in gezeten. En onderschept. Zo doen we dat. En hij is hem laag kwijt. En zijn kans moet hij afmaken. Goede ingreep van de keeper. Ze wegen hun mogelijkheden af en bouwen op. Ha, wat een mooie zin. En zo is die aanval ten einde. Goed gepakt die bal. Ja, een schot. Goed gekeerd door de keeper.
Nou Jeroen, de rust komt er al bijna weer aan. En de bezoekers hebben het voor elkaar gekregen om een kleine voorsprong op te bouwen. Lekker dat ze in de eerste helft de openingsgoal hebben gemaakt. En ook knap hoe ze achterin steeds stand weten te houden. Ze houden de boel dicht. Het is een kleine marge, maar je gaat wel met een fijn gevoel rusten. Hier laten ze je zien hoe je de bal laat rondgaan. Het is tiki-taka avant la lettre. Net op tijd ertussen. In de diepte gespeeld. De scheidsrechter fluit en dat betekent dat we gaan pauzeren. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Deze kans moet erin. We krijgen hier nog altijd problemen. Misschien hier de opening. Schiet kans! Nou, ze zijn nog niet aan het probleem. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Dat was een belangrijke redding, hoor. Cruciaal, want zo behoud je de aansluiting. Achter de linie is gestoken. Zag er goed uit, maar wordt onderschept. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Nee, de tegenstander komt toch in balbezit. Ja, gevaarlijke steekbal. En een schot. En hij maakt hem. Koek, koek. Ze staan weer gelijk. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Het zijn virtuozen. Met het grootste gemak wordt die bal rondgespeeld. Ze mogen ingooien. Snijdt naar binnen. Hiermee moet je uitkijken. Nou, we hebben wel eens betere passes gezien. Deze bereikt geen enkele teamgenoot. Dat is een uitbal. Doelpoging. Redding op die inzet van zo dichtbij. Die had er eigenlijk in gemoeten. Oh, de doelman die houdt ze hier in de race. En het blijft gelijk. Er wordt een speler gewisseld.
komt de hoekschop in het midden. En die gaat op de stip. De kans om op voorsprong te komen. Redding, redding, wat een redding. Oh, de speler schiet de strafschop er niet in. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop. In de opbouw nu, en misschien, komt er nog de mogelijkheid om op de valreep de overwinning te pakken. Nou, maak hem dan maar, voor de voorsprong. Waar is de keeper? Nergens te bekennen, de bal gaat erin. Ja, je hebt de categorie makkelijke doelpunten en je hebt de categorie gratis doelpunten, hè? Want jongens, jongens, wat werd deze speler vrijgelaten, zeg. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. En de bal niet meer aan de voeten. Een teamgenoot biedt ondersteuning. We zijn aanbeland bij het einde van de wedstrijd. Ha, voor de thuisploeg is dit een dag om heel snel te vergeten. Ja, dit is zo zuur. Net voor tijd de wedstrijd nog uit handen geven. Dat doet pijn. Dat zullen ze niet snel vergeten. We hebben deze speler vandaag goed zien spelen. De felicitaties zijn voor het team, maar vooral voor deze speler. Want als je zo laat het winnende doelpunt maakt, dan ben je van wezenlijk belang voor je elftal. Fantastisch gedaan. Chapeau.